En zo loop ik weer door het Westduinpark. Ik ben even op weg naar Kijkduin. Want fase 2 is daar begonnen van de nieuwbouw. En het is alweer een tijdje geleden dat ik daar gefilmd heb. Ik kreeg een reactie op YouTube van iemand die met mij 's ochtends in Kijkduin wilde wandelen. Maar ik ken die persoon niet. Ik zie geen foto en niks. Dus daar ga ik dan niet op in. Wil je met mij meewandelen, dan kan dat virtueel. Of je kan je bekend maken. Voor mij. Daar gaat die konijn. Daar zit hij. Ik doe je niks. Links voor me dus het Atlantic Hotel en daar de nieuwe flats. De begroeiing is af hier. Nou, dat is mooi geworden. Duinachtig, zoals ze hadden beloofd. Ik zal even uitzoomen. Ja. En afgezien, ik mopper wel eens op de kleur, op die zandkleur. Maar ik vind de appartementen op zich wel heel erg mooi. En ik ga even een rondje lopen. Dit is dus tegenover de ingang van het Atlantic Den Haag. En dat wordt ook nog onder handen genomen. Maar dit is echt mooi. Nou, die hekken nog weg. En dan moet je hier omhoog kunnen, maar dat gaat nog niet. Dacht ik. Er staat nog een hek voor. Maar ja, kan er toch wel doorlopen gewoon. Hier beneden komt dan ook een promenade. En daar voor mij is dan fase 2 bezig. Zometeen ga ik daar beneden lopen, want die grote schuttingen zijn weggehaald. Maar wat ik mij nu afvraag is waarom dit bruin betegelde stuk zo breed is. Wat komt hier dan? Het hoort bij die flats. Ik kom hier vandaan en je kan dus ook hier naar beneden lopen. Via een andere afrit. Ik hoop niet dat daar auto's zullen worden geparkeerd. Dat zal toch wel niet? Nou, de draaimolen is er nog. En dan ga ik even beneden langs. Hoera, de friet- en vistenten zijn weg. Ik hoop dat die ook niet terugkomen. Hoewel ik wel besef dat er voor de kleinere portemonnee wel snacktenten ergens moeten kunnen staan. Oh, dit gedeelte wordt toch maar heel klein. Ik dacht dat dit een hele grote boulevard zou worden. Maar het is maar een heel klein stukje. Ja. Het is al best bedrijvig op Kijkduin zo op de vroege zaterdagochtend. Er is hier een wirwar van paden. Dat is dus een pad naar, ik neem aan dat dat winkels worden. Recht vooruit ga je naar de strandtenten.
En dit is nieuw. Het pad wat ik nu opga, heeft inderdaad een duinenatmosfeer. Dat hadden ze beloofd, zoals ik al zei. Overal wordt helm geplant, dat het straks net lijkt alsof de appartementen vanuit het helm omhoog of oprijzen. Alleen, ja, dit pad aan de linkerkant heeft best wel een hoge duin. Dus ja, ik mis een beetje mijn oude boulevard met de eettentjes en de terrassen. Waar zullen nu die terrassen komen boven? Dat is de vraag. Aha, misschien komt hier dan de nieuwe boulevard, want dit is vrij hoog. Oh, even uitzoomen. Ik ben even over dit. Ik kom hier vandaan. Dat is dat lage pad. Ik ben even op dit, op deze zandheuvel. En dit is dus inderdaad een lang boulevardachtig gebied. Dan maar hopen dat dit de boulevard gaat worden. Dit was het vroegere pad naar de boulevard. Kijk maar naar de pijlen. Ik draai me nu om. Ik ga linksaf. En dan probeer ik... Oh nee, je kan hier niet naar links. Oh, daar aan het eind ga ik naar links. Dan ga ik terug en dan ga ik het winkelgedeelte filmen wat nu al klaar is. Het is hier toch wel heerlijk toeven hoor. Of nog geen 20 minuten lopen van mijn huis. Een prachtige wandeling door meer en bos. Of door dat wijkje, dat oude wijkje, oude villa wijkje. Strandslag 3. Ja, dit is het oude bekende pad. Alleen je kan hier niet naar links. Ze hebben nieuw beplant, zie je. Helm. Dus ik moet even buitenom terug. Ga ik aan het eind van dit pad naar links. Daar staan nu nog alle bussen. Ik weet niet of dat blijft. Oh, je kan hier al naar links. Ja, dat ga ik dan doen. Winkelpromenade 0,2. Ja, dat is de oude winkelpromenade. Kijkduin wordt echt geen tweede Scheveningen. Het is landelijk, het blijft ingebed in duingebied met helm. Nu in de zomer bloeit het zo mooi. Oh, daar komt een hele groep aan. Even opzij, allemaal lachen. Kijk maar op YouTube straks. Kijkduin. Schiet hem maar op. Nou. Ja. Ja, dit is natuurlijk niet al te mooi, de bussen, het busstation, maar kijk hoe ze dat gaan oplossen. Kijk.
Kijk, het is eigenlijk dat flatgebouw, die nieuwbouw in de verte, dat zo bruin is, waardoor ik steeds zei, het is echt geen Riviera. Maar voor de rest moet ik zeggen, wordt het toch wel heel mooi. Ik ben bezig opnieuw verliefd te worden op Kijkduin. Ja, kijk, ik zal even inzoomen. Het wordt dus allemaal terras. Voor hier dat lage gedeelte, waar ik nu op inzoom, daar liep ik daarnet. Dat wordt een klein gedeelte. Ook dat waarvan ik zei dat bruine gedeelte wordt terras. Toen ik zei, waar is dat allemaal voor? Er komen toch geen auto's? En voor al die nieuwe flats ook.